De volgende roddel is dat je contact had met Giel van StikTV. Dat je alleen maar YouTube doet voor het geld en de spullen die je krijgt. Dat je corona hebt gehad. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag een sushi mukbang voor jullie. Ik heb heel wat te vertellen. Ik ga vandaag roddels ontkrachten of bevestigen. Daarbij heb ik zelf nog heel veel te vertellen. Dus ik dacht, kom niet beter uit dan in een mukbang. Ik wilde eigenlijk een kerstboombladendeeg mukbang opnemen. Ging niet helemaal door. Daarover straks meer. Dus ja, ik zit nu in mijn kamertje. Want ik mag niet echt naar beneden. Daarover straks ook meer. En heb ik heerlijke sushi besteld. En niet te zuinig ook. Geen spon trouwens, maar beste sushi ever. Sushi 81 in Nijverdal. Support de locals. Ik dacht, we doen gek. We doen er een lekker wijntje bij. Dus hier heb ik mijn wijnglas en die ga ik lekker vullen. Ga ik neerstallen en dan is het tijd voor deze video. Dus heb jij zin in deze video, doe dan even dat duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Daar maak ik echt super blij mee. En dan gaan we snel beginnen met de mukbang en met de roddels. Goed, heerlijk. Door de wees een wijntje. Kan niet missen. Lijkt wel pisjes oranje. Zie je nog wel goed? Oh, ik ben trouwens heel lomp in wijn drinken. Heel veel doen het zo. Ik doe het gewoon lekker zo. Ik hou van wijn. Heerlijk. Cheers. Heerlijk. Top. Ze denken dat we met twee personen zijn. Zijn we niet. Lekker soja boontjes. Gefrituurde garnaal. Dat is echt de topper. Dan heb ik hier van alles en nog wat. En nog 8. Misschien een beetje veel. Van die makies met komkommer. Van die basics. Die vind ik altijd wel echt heel erg lekker. Goed. Ik vul even deze sojasauszakjes erin. Normaal heb ik echt zo'n flesje. Maar ja, mag niet naar beneden. Dus ik doe het wel gewoon. Oh, wat dom met deze zakjes. Ik denk dat je het al wel ziet aankomen waarom ik niet naar beneden mag. Maar daarover zo meer. Ik ga het even installeren. Het is donderdag. En ik zit jullie door de week ook wel eens aan de wijn. Soms heb ik daar zo'n craving naar. Ik weet niet, soms heb ik daar echt een craving naar. En dan moet ik het ook gewoon lekker nemen. Ook, ik ben wel helemaal aan het soppen. Ik ben echt typisch een Delver. Soppen al een heleboel onder. Goed, oh, goddom. Ik had een waterglas, maar die heb ik niet gevuld. Maar ik heb hier gelukkig nog een bidon. Dus die vullen we even bij. Om het weg te spoelen. Al die roddels. Dus... jongens, we kunnen beginnen. Eindelijk. Cheers to that. En ja, ik begin gewoon met mijn favoriete Ebi Tempura. Vind ik altijd zo lekker. En dan ga ik een roddeltje erbij pakken. Mmm. Het is allemaal nog zo klef en warm. Mmm. Echt top. Heerlijk wijntje nu. Dan kan je echt wel genieten. Oké, laten we beginnen met de eerste roddel. Ik heb alles op mijn mobiel. Ik ga even kijken. Ik heb nog niet gekeken. Ik dacht, dat is wel grappig. Want dan weet ik, kan ik van tevoren niks bedenken, snap je? Dus we gaan het zien. Ik ga het nu openen. Oh, ik krijg sowieso best wel lieve dingen ook. Dat jij echt een super lieve en enthousiaste meid bent. Nou, dankjewel. Dat vind ik echt heel erg lief. Oké, nou, de eerste is ook dat je corona hebt gehad. De eerste roddel. Nou... dat kan heel goed kloppen. Ik eet even lekker wat bij. Nee, dat kan heel goed kloppen inderdaad. In april met Koningsdag heb ik 2 weken in quarantaine gezeten bij mijn vriend. Was eigenlijk heel gezellig. Want die moeder was positief. Ik kon daar natuurlijk heel vaak. Ik woonde daar bijna. Ik kwam daar echt die periode ook heel erg vaak. Dus hele grote kans dat ik het natuurlijk ook had. Maar... ja, toen was het gewoon allemaal net nog een beetje het begin, weet je wel. Mensen, als die klachten hadden, mochten nog niet eens echt testen. En zij werkte in de zorg. Ze had zo vaak aangevraagd dat ze wilde testen en mocht gewoon bijna niet. Zo raar. Nou, dus ja, op een gegeven moment mocht ze eigenlijk testen. Was ze dus positief. Dus toen moesten we in quarantaine. En ja, wij mochten allemaal niet testen. Het was toen nog zo beperkt qua test. Het was allemaal echt in het begin een beetje. Dat als je niet echt klachten had en zo, dat je gewoon niet mocht testen.
Dus wij hebben toen 2 keer op een dag onze temperatuur zitten meten. Hoe koorts hadden en zo. En ik heb een paar dagen verhoging gehad. Mijn vriend ook. Die heeft echt 39 gehad. Maar we hadden het zelf niet eens door. Ik bedoel, het is dat we moesten meten hoe hoog onze koorts en temperatuur zo was. Maar daardoor wisten we eigenlijk dat we verhoging hadden. Maar we hadden het niet per se door. En we kregen op een gegeven moment wel echt, toen we wakker werden, heel erg last van onze linker schouderblad. Echt zo'n, ja, alsof het vast zit, weet je wel. En daar heb ik gewoon nu nog steeds de dag last van. Hij ook, die moeder ook. Dus ik denk eigenlijk persoonlijk dat we het al wel hebben gehad. Maar je weet het gewoon niet, omdat we toen niet mochten testen. Dus geen idee. Speaking of, het is dus winterwonderland. En ik wou vandaag een kerstboom bladerdeeg mukbang doen met Nutella. Helemaal gezellig, helemaal kerstig. Maar ik mag het huis niet uit. Ook met corona te maken. Daarom dacht ik, doe wel een beetje rode lippen. Dat is wel een beetje kerstig. En als het goed is, blijft het zitten met eten. Maar ik mag het huis dus niet uit, omdat ik heb getest vanochtend op corona. En als je me zo ziet drinken en eten, dan denk je vast, jij, corona? I know. Maar heel veel vrienden van mij zijn positief getest. En nou ja, die heb ik eigenlijk nog niet echt per se laatst gezien. Maar ja, 2 weken terug of zo wel. Dus, oh fuck je die kuk. Ja, en eergisteren of zo, toen werd ik ook een beetje benauwd. En kriebel in mijn keel. En nou ja, mijn vader is wel gewoon risicogroep. Dus ik wil dat risico gewoon echt niet nemen. Dus ik had even overleg met iedereen van, wat moet ik doen? En toen kwam Rutte met zijn persconferentie dat als je alleen al een kriebel hoest of een kriebelkeel hebt, een kriebel in je keel, laat je testen. En toen voelde ik me zo aangesproken. Ik dacht, ja, jongens. Ja, en mijn vader zei ook, Floor, je hebt wel gewoon de klachten. Niet alles, maar je hebt er wel een paar. Dus laat je gewoon testen. Ik bedoel, hè, beter voor iedereen. Dus vandaar, als het goed is, heb ik morgen mijn uitslag. Hoe lang kun je over 1 vraag doen? Of 1 roddel? Dat je ouders heel rijk zijn. Ik snap oprecht dat dat gedacht kan worden. Ik kan gewoon niet kiezen. Nou ja, omdat natuurlijk die verhuisvlogs en zo nu online komen. En mijn moeder hier waar ik nu woon heeft echt wel een prima huis. Echt mooi vrijstaand. Mooie buurt, weet je. Gewoon echt wel een tophuis. En ja, mijn vader heeft natuurlijk echt een gigantisch huis. Die net heeft gebouwd, die net klaar is. Dus ja, jullie zien zeg maar die sfeerbeelden en zo van het huis. En ik snap dat dat dan gedacht kan worden. Maar ze zijn niet per se rijk of zo. Ik kan ook absoluut niet klagen. Ik denk hun ook niet per se. Mijn moeder werkt ook heel hard, want ze is natuurlijk alleenstaand. Dus om ons te kunnen onderhouden, werkt ze ook gewoon echt heel hard. Diepe respect daarvoor. Nou ja, en mijn vader die is niet per se rijk of zo. Ik bedoel, hij spaart ook heel hard en hij werkt gigantisch hard. Daar moet je echt niet vergissen. Mijn vader werkt zoveel. Vroeger dan was hij om 5:30 ging hier weg uit huis. Hij werkte dan in Utrecht nog steeds. En dan kwam hij pas rond 9:00 s'avonds weer thuis. Dus ik zag hem vaak ook alleen het weekend of 's avonds laat. Dus vergis je niet dat, nou ja, hij gewoon echt heel hard werkt. Maar goed, dat is niet de roddel. De roddel is dat mijn ouders rijk zijn. Nee, ik kan wel zeggen, we hebben het ook niet slecht. Ze zijn niet arm. Maar ik denk gewoon net iets boven het gemiddelde of zo, zoiets. Maar echt niet heel rijk. Ik bedoel, we hebben het echt goed en daar ben ik super dankbaar voor. Maar die ouders van mij werken zo hard. Echt, pluimpje voor hun. Respect. Ik zou dat later echt niet kunnen zo hard. Echt 60 uur in de week of zo. Mij niet bedden hoor. Volgende roddel is dat je arrogant bent. Dat hoor ik heel mijn leven. Maar die kan ik wel ontkrachten. Ik vind mezelf dus echt totaal niet arrogant. Deze garnaal. Zo lekker. Maar nee, ik ben, als ik het zo van mezelf kan zeggen, niet arrogant. Iedereen die nu mijn vriendinnen zijn, zeggen ook als eerst, oh Floor, ik dacht echt dat je heel arrogant was. Jo, die hoor ik echt zo vaak. En dan denk ik, no, echt zo stom. Maar ik denk dat er een soort bepaald beeld is of zo van, nou ja, van die meisjes die Instagram en YouTube doen. Van, oh ja, en die maakt heel veel foto's van zichzelf en heel veel selfies. Dus die is helemaal into zichzelf en echt vies arrogant zijn. En dan denk ik, nee, 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 nee. Je kent mij niet.
Mijn vriend, dat is ook wel een leuke. Ik heb 2 keer een vriend gehad. En die zijn beide, of 1 keer een vriend gehad. En ik heb er nu 1, dus 2. Nou, hoe je het ook zegt. Maar ik kom uit Twente en we zijn hier best wel nuchter en dorps. En ik ben ook echt vet nuchter. Dat is ook wel geinig. Als je me echt kent, dan weet je ook gewoon dat ik gewoon niet arrogant ben. Dat zit er gewoon bij mij niet in. En ik gun iedereen het allerbeste. Ik geef iedereen alles weg, alle cadeaus. En ik weet niet, ik geef echt heel veel om anderen juist. En niet eigenlijk eens om mezelf. Ik kan ook best wel onzeker zijn. Maar ik heb dus nu ook bijvoorbeeld een vriend. En hij is ook echt lekker nuchter, weet je wel. Een beetje boers, lekker blond, heerlijk. Ik zeg altijd, ik val BB, blond en boers. Ja, en hij zei in het begin ook, oh, ik dacht echt dat je zo'n, weet je wel, zo'n insta-chick was. Lekker stads, of lekker stads, gewoon heel stads. En je bent echt tegenovergesteld, je bent echt heel best wel boers en nuchter en lomp. En toen dacht ik, ja, klopt, dat hoor ik vaker. Dus nee, eigenlijk ben ik niet, joh, er zit een pluisje aan. Wat vies, dat is van mij. Want ik heb met de konijnen geknuffeld. Maar ja, niet arrogant, integendeel. De volgende roddel is dat je contact had met Giel van Stuk TV. Oh, ik verslik me er gewoon bijna in. Jeetje. Soms vraag ik me af hoe mensen erbij komen. Hoe, maar ook hoe weten ze dat? Dat klopt. Ik had het samen met mijn vriend en ik ging naar Hilders Feest. Dat is een feest hier in de buurt. Helemaal leuk. Toen was nog geen corona. En hij moest daar optreden. En hij was mij daarvoor al een paar keer aan het DM'en. Maar volgens mij deed hij dat destijds best wel vaak bij meiden. Voelde me vereerd. Nee. Ja, nou ja, toen kwamen we wel in gesprek gewoon normaal. En toen vertelde hij dus dat hij, of vertelde ik dat ik s'avonds naar Hilders Feest dus ging. En toen zei hij, ja, dan moet ik optreden, bla bla. En zo, dat weet ik. Toen had het over backstage en zo, dus laat helemaal nergens op. Maar dat ging ik echt niet doen. Ik was veel te pussy. Dus ja, ik heb contact met hem via DM gehad, maar eigenlijk niks boeiends, want ja, hè, dat hoeft van mij niet. Dus wel eens met hem gesproken, meer ook niet. Degene die het vraagt, komt hier wel uit de buurt, zie ik. Misschien dat hij er wel bij was met Hilders Feest. Want toen ging hij helemaal shinen en zo. Dat is wel geinig. Roddel 5. Dat je klein bent. Nou, niet echt een roddel, want ja, dat klopt. Nou ja, ik zeg wel dat klopt. Weet ik niet eigenlijk. Ik ben 1,69. Valt best mee, toch? Voor jonge meisjes. Ik ben 19 jaar. Geen idee, bij 1,69. Volgende roddel. Hier, dat je bent gestopt met de pil. Dat klopt ook. Dat is bevestigd. Ik ben inderdaad gestopt met de pil. Ik denk nu 2,5 week. Omdat ik gewoon even geen hormonen in mijn lichaam wil. Ik had er al best wel vaak wat van gehoord. Dat meiden gewoon stoppen met de pil en zo. En dan met al die verhalen. Maar elke keer dacht ik, nou ja, hoeft niet. Maar ja, tot ik dus last kreeg van mijn angststoornis. Al een jaar. Dus ik ben mij heel erg daarin gaan verdiepen. Ik hoorde zoveel goede verhalen van meiden die ook een angststoornis hebben gehad. Of nog steeds hebben. Heel de plaats is vies. Gadver. Maar die dan met de pil zijn gestopt en echt veel minder angstiger van werden. Door alle hormonen en al die shit in je lichaam. Ik probeer natuurlijk al waar ik kan heel erg op mijn voeding te letten. Nou, vandaag even niet. Maar als ik me echt slecht voel en zo, let ik echt heel goed op wat ik naar binnen stop. Dus dacht ik, ja, waarom zou ik daar helemaal op letten als ik wil gewoon de pil elke dag slik. Terwijl daar ook slechte shit in zit. Wat totaal niet belemmerend is voor jou en angststoornis. Dus ik ben ermee gestopt. Ik kan natuurlijk nog niet vertellen hoe ik dat ervaar. Want ik ben nog maar 2,5 weken gestopt. Maar ja, ik ben heel erg benieuwd. En nee, ik wil niet zwanger worden. Ik ben 19, het is nog even goed zo. Maar het is echt puur voor mijn angststoornis dat ik ben gestopt met de pil. Omdat ik even geen hormonen in mijn lichaam wil. Volgende roddel. Hij wordt lekker juicy vandaag. Dat je alleen maar YouTube doet voor het geld en de spullen die je krijgt. Cheers. Oh, die vind ik echt
heel heftig. Laten we even vooropstellen dat ik... Hoe lang doe ik nu YouTube? Ik heb eigenlijk geen idee. Echt nog niet zo heel lang. En voor toen ik begon... Ja, je begint toch echt als hobby, anders begin je niet. En nooit verwacht dat ik daar nu echt mijn baan van heb gemaakt. En dat ik spullen kreeg. Echt totaal niet. En dat was ook totaal niet mijn intentie om hiermee te beginnen. Ik bedoel, je moet echt bijna 2 jaar werken heel hard om überhaupt zo ver te komen. Dus ja, ik weet niet. Dat vind ik wel, oh nee, heel heftig. Maar nee, die ga ik ontkrachten. Want, oh godsamme, dat is gewoon totaal niet de bedoeling. Ten tweede verdien je niet eens zo heel veel van de views. Je moet het echt hebben van de samenwerkingen. Dus hoe meer video's ik op plaats, natuurlijk, je verdient dan meer. Maar niet zodanig veel. Ik bedoel, je kan ook gewoon een fulltime baan bij de Albert Heijn. Achter de kassa verdien je ook best veel hoor, als je naar fulltime gaat werken voor onze leeftijd. Ik weet natuurlijk niet hoe dat is als je wat ouder bent. Maar ja, voor mij leeft het als je fulltime of zo op zijn gaat zou werken. Vind je ook wel lekker. Dus ongeveer vergelijkbaar denk ik. Echt alleen met de views. Dus nee, ik zou niet alleen. Ik doe het niet alleen voor het geld. En ook totaal niet voor de spullen. Ik geef ook denk ik de helft. Nee, dat is ook niet waar. Maar ik geef echt heel veel weg wat ik krijg. Dat klinkt ook niet goed. Dit is echt mijn probleem. Ik kom soms niet uit mijn woorden. Maar soms krijg ik van PR-bureaus pakketjes heel random opgestuurd. Zonder dat ze dat vroegen, zonder dat ik ernaar vroeg. Doe ik sowieso nooit. Ik vind dat raar, maar oké. En soms is dat dan ook gewoon niet mijn ding. Bijvoorbeeld een shampoo set voor rood haar. Nou ja, ik heb geen rood haar. Nou, dan geef ik die aan iemand die rood haar heeft. Snap je een beetje wat ik bedoel? Dus ik geef ook echt belachelijk veel weg. Ik heb dus toevallig een week geleden 5 pakketten gedoneerd. Met spullen die ik niet gebruik. Nieuw in verpakking. Make-up, verzorgingsproducten, alles. Dus als ik het echt daarvoor zou doen, dan zou ik dat ook niet weggeven en doneren. En de PostNL, hoe heet dat? Verzendings... Hè? Kijk, dat bedoel ik, ik weet niet hoe mijn woorden. Dan zou ik ook niet de bezorgkosten van die pakketjes daarvoor nog vrijwillig betalen, zeg maar. Ik bedoel, ja. Nee, dus nee, dat klopt niet. En ja, dat vind ik soms ook wel lastig aan YouTube en Instagram. Je ziet zeg maar zo'n klein deel van wie ik ben. En ik laat natuurlijk alleen best wel vaak de mooie spulletjes zien die ik krijg. Shoplogs. En daarom wil ik ook wat meer persoonlijk de kant... Daarom wil ik ook wat meer de persoonlijke kant op gaan. Zodat jullie mij ook wat meer op een andere manier leren kennen. Omdat ik dus eigenlijk echt niet zo ben van het krijgen en hebben. En juist heel erg ben van het weggeven aan anderen. En mensen die het niet breed hebben. En ja, eigenlijk ben ik best wel dankbaar ook voor dit werk. Oké, heel mijn witte joggingbroek is niet meer wit. Maar even proeven. Bij mij valt het altijd uit elkaar omdat ik te lang praat. Volgende roddel is dat je een kleine kring om je heen hebt. En toen stopte mijn camera, want ik was aan het maximum. Maar de volgende roddel, ik weet niet of ik het al had gezegd, is dat je een kleine kring om je heen hebt. En die kan ik dus wel bevestigen. We gaan voor deze. Dat klopt. Klinkt eigenlijk heel zullig om te zeggen, maar... Ik heb niet heel veel vrienden en vriendinnen. En soms vind ik dat ook best wel lastig. Ik wil er ook niet emotioneel door worden of zo. Maar ik weet niet. Corona maakt het dan misschien nog moeilijker. Omdat nou, ik heb niet per se 1 specifieke vriendengroep. Heel veel. Tenminste, dat zie ik om mij heen. Bijna iedereen heeft een specifieke vriendengroep, weet je wel. Waar ze altijd zijn. En dat geeft natuurlijk helemaal niks. Ik vind dat alleen maar leuk. Maar... ik weet niet, ik heb dat gewoon niet. En dan, als iemand dan met die vriendengroep gaat, dan kun je wel mee. Ik bedoel, ik, ja, het is niet dat ik niet mee mag of zo, maar ja, ik weet niet, ik heb dat gewoon niet. Ik heb gewoon losse vriendinnen en met corona, ja, dat maakt het gewoon allemaal wat moeilijker, vind ik. Omdat iedereen een beetje moet kiezen met wie ze gaan. En ik heb al niet zo'n grote kring, dus ik ben af en toe ook wel gewoon alleen. Dat vind ik op zich niet heel erg, want ik ben ook best wel introvert. En ja, soms voel ik me ook niet chill door mijn angststoornis en zo. Maar ja, ik weet niet. Soms vind ik het wel leuk
om dan toch wel iets te doen als niemand kan. En dat vind ik dat wel gewoon echt heel jammer. Maar eigenlijk ben ik ook niet anders gewend. Dat ik niet per se heel veel vrienden om me heen heb en vriendinnen. Dus ja, ik ben het wel een beetje gewend. En ik heb altijd mijn vriend en ik heb mijn beste vriendinnetje. En nog een hele goede vriendin. En daar ben ik echt wel heel dankbaar voor. En natuurlijk mijn ouders en mijn zus. Dus ja, het is gewoon oké. Laat me weten of jij echt een vriendengroep hebt of gewoon losse vriendinnen of vrienden. Ik heb bijvoorbeeld wel heel snel dat ik mensen ken. En dan als je iemand tegenkomt dat je echt leuk gaat praten. En dan, oh, we gaan een keer weer wat doen of zo. Maar dat komt er dan niet van. Maar ja. Ik heb wel echt een kring om me heen waar je u tegen zegt. Misschien kan ik ze maar op één hand tellen. Maar ik weet, en dat heb ik ervaren tijdens mijn angststoornis dus. Deze hele periode, deze hele jaar. Dat ze er echt voor me zijn. En als ik ze opbel janken, dat ze hier voor de deur zijn. En dat vind ik wel echt heel erg mooi. En ja, dat waardeer ik gewoon echt enorm. Daar ben ik echt mega dankbaar voor. Ik eet nog even wat sojabonen. En dan zit ik eigenlijk al wel heel erg vol. Dat je ooit een trio hebt gehad. Nou, gezellig. Nee. Eigenlijk niet. En daar heb ik ook niet echt behoefte aan. Dus nee, dank u. Volgens mij ben ik al aardig lang aan het filmen. Oh, lief. Hier, Nookie. Geen roddel, je doet het goed, vriendin. Nou, dank je, schat. Oh, vriendinnen. Ik zie nog twee roddels waarvan ik denk, ja. Die ga ik nog even snel zeggen. Je stelt je anders op online dan dat je in het echte leven bent. Nee, eigenlijk echt niet. En dat maakt misschien ook wel lastig. Dat ik soms mijn video's edit en dan denk, oh, verloor, dit is wel echt... Dat ben jij, weet je wel. En bijvoorbeeld laatst had ik ook een persoon, dat komt misschien allemaal nog online, een persoonlijk dagboek bijgehouden, gefilmd. En dat ben ik daarna gaan editen. En die emotie in mijn ogen dacht ik echt, gaat het? Ik werd helemaal emotioneel van mezelf. Slaat helemaal nergens op. Dat ik dacht, oh jeetje. Maar ja, lang verhaal kort. Ik stel mezelf niet online anders op dan ik ben in mijn echte leven. Nee, eigenlijk niet. Maar je ziet ook niet... alles, zeg maar. Dus als ik echt een emotionele breakdown heb, dan ja, film ik mezelf niet. Maar ja, dat heb ik dus wel in een persoonlijk dagboek gedaan, maar dat komt misschien nog online. Weet ik allemaal nog niet zeker, maar in ieder geval dat. En dat je jezelf iets te snel aantrekt van wat anderen van je vinden, ja en nee. Eigenlijk wel. Best wel erg. En dan moet ik echt mee kappen. Ik probeer het niet te doen en dan probeer ik ook heel stoer tegen mezelf te zeggen van nee, Floor, trek je het niet aan. Zeg gewoon jaloers of... weet ik veel, ze komen zelf al tekort, maar dan denk ik wel, waarom zeg je dat? Dat is echt niet aardig. Ik zou zeg maar geen gemene dingen of zo tegen anderen zeggen, of over anderen ook, omdat ik weet hoe kwetsend dat kan zijn. En ja, wat maakt mij dat beter, zeg maar? Ik snap dat hele punt niet, dus ik kan me best wel snel aantrekken dat ik denk, waarom? Waarom zou je? Weet je wel, wat zit jou dwars dat je mij dit of dit vindt? Dus nee, dat snap ik niet helemaal, maar... dat trek ik me wel aan, probeer ik ook niet te doen. En het ligt ook een beetje aan wie dat doet. Als het echt bekenden zijn, dan vind ik dat heel erg. Maar als het onbekenden zijn, kan ik al best wel snel denken, nou ja, boeien, laat ze lekker. Dus dat. En mijn oma zegt nog heel lief dat je heel lief bent met allemaal kuspopjes. Nou echt, mijn hartje smelt. Ik denk dat het wel mooi geweest is. Ik denk dat we de grootste roddels nu wel een beetje hebben gehad. Mocht jij nog een roddel hebben of een vraag waarvan je echt denkt, is dit waar? Laat het zeker hieronder weten, dan kan ik daarop reageren. Maar volgens mij is dit nu allemaal wel een beetje de wereld uit. Nou, ik heb nog best wel wat over. Dus dit ga ik lekker vanavond laat nog als snackje opeten. En ja, laat me zeker weten of jouw beeld over mij hetzelfde is of wel veranderd is. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben ook benieuwd of mijn rode lipstick er nog op zit. Dat is dus die van Momo. Die heb ik getest. Ik zal hem hierboven even linken, die make-up. Ja. Eigenlijk nog best wel goed. Alleen als ik een duckface doe niet, maar de rest wel. Nou, top dit. Nou vriendinnen, ik drink er nog even eentje op. En heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Vond jij hem wel leuk? Dan even dat duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal. En laat dus zeker weten of jouw mening veranderd is. En ja, gezellig. Even in de comments lekker babbelen. Nou, ik zie jullie tot de volgende video. Doei doei!